loop ik even die kant op. Ja. Dan, succes, hè? Ja, hoi. Waar zoekt u naar, mevrouw? Ik zoek naar paddenstoelen. Ja, en? En ja, het is mager, hè? Het is droog geweest en voorjaar bijna zomer. Ja. En dan is het gewoon arme troef. Ja. Nee, dan hebben de plantenzoekers het makkelijker. Moeraskartelblad. Ja. Mooi. Hadden we die al of niet? Bij deze. Bij deze, ja. Vondsten worden meteen digitaal opgeslagen en komen binnen in het epicentrum. Nou, hoeveel is er al binnen? 426 zaten we net. Dat is nog niet op de helft. Nee, nee. De natuurtellers hopen 1000 verschillende soorten aan te treffen. Ja, het is behoorlijk ambitieus. Ja. Het hangt er ook erg af van het weer. Het hangt af van de mensen die komen, want sommige groepen zijn makkelijk. Hè. Vogels hebben we vrij snel in beeld. En andere groepen zijn echt specialistenwerk en dan moeten we goede ecologen hebben. Deze nog even determineren. En, want ja, dan vind je een slak, maar welke? Van deze slak. Geen porselein, maar... Ja, zeg het eens. Geen agaat, maar... Nog wat. Ja, we komen er even niet op. Dat is nog net jammer. De vrijwilligers krijgen hulp uit het hele land. Ook van jongeren die niet achter de spelcomputer zitten. Het is gewoon een ervaring die je mee moet maken, vind ik. En het is heel leuk om achter soorten aan te rennen die je niet kent en nieuwe dingen te ontdekken. Ja. En dat zie ik in gamen, krijg ik dat niet terug. Nou, rennen dan. Ja. Ik hoop nog op de gouden klauwier eigenlijk, dat we die hier in een regio gaan vinden, want dat zou heel bijzonder zijn. En zou die daar zitten? Dat is de boompieper. Wij noemen hem in Brabant een parachutevogelke. Jammer. Geen grauwe klaurier dus. Morgen nog de hele dag de kans om die te vinden.